Zo. We gaan vandaag weer bekijken of we iets over streektaal kunnen leren in Alles Plat. De taalquiz waarin wij de dialectkennis van Gelderlander gaan testen. En u kunt natuurlijk thuis ook rustig meedoen. Hier in de studio hebben wij twee jonge dialectkenners, althans dat hoop ik. Lucas Rammers, 22 jaar, groeide op in Zutphen en werkt en woont nu in Arnhem. Als filmfanaat krijgt hij ook graag films van eigen bodem. Maar of dat hem gaat helpen deze quiz, gaan we zien. Naast hem Daniel Schilling, 28 jaar, Nijmegen. Groeide op in Westervoort en speelt sinds zijn zevende bij de dorpsfanfare. Daar heeft hij mogelijk wel wat dialectkennis opgepikt. Welkom bij Alles Plat. Daniel, welkom. Ja, dankjewel. Dialect bij de fanfare. Krijg je dan een beetje mee? Ja, ik heb het nooit helemaal mijn eigen gemaakt. Maar ik speel nog steeds bij de fanfare. Dus elke woensdagavond hoor ik genoeg Westerveurts om me heen. Ja. Lucas. Ja. Films en dialect. Ja. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, misschien niet uit het Gelderse dialecten. Maar nou ja, bijvoorbeeld een Siske de Rat is een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat is plat Amsterdams. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dus het zit enigszins goed met jullie dialectkennis, hopen we. We zullen zien. Ik denk het wel. Oké. Okay. Ja. We gaan het zien in ronde 1. Ja, en in de eerste ronde luisteren wij iedere week naar drie taaloudsten die een gezegde of spreekwoord uit hun streek voor jullie hebben. En aan jullie de taak om te raden wat dat woord betekent, dat spreekwoord. Jullie hebben de keuze uit A of B. Ja? Ja. Ja. Op naar het eerste gezegde. Doorliggende muzen dood voor de spint. Doorliggende muzen dood voor de spint. Ja. Ik wil het nu graag weten. Ja. Ah, eens gezegd. Twee keer A. Niet afkijken, nee. We gaan kijken. Dat betekent dat de mensen het ontzettend armoeig hebben. Want dat zelfs de muzen in de spint, dat is de kast door het eten in bewoord worden, niks meer kunnen vinden en dus doden gewoon meer van de honger. Ja, beetje jammer, hè? Ai, ja. 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 Snel door naar de volgende. Over de schulden drinken. Over de schulden drinken. A of B. Oh, een snelle wissel. Ja. Ja, ik zag de twijfel. Ja. Eén keer A, één keer B. We gaan kijken. Dat betekent letterlijk over de schouder drinken. Oftewel, wat niet smaak, weggooien. Wat niet smaak, weggooien. Ja, nou top. Dan moet je twijfelen. Ja, we gaan door. Derde gezegde. Hier geeft geen zoeg door het hekken. Betekent dat, uit Huissen, hier komt geen vreemdeling binnen... of hier komt niemand weg zonder te betalen. Hier geeft geen zoeg door het hekken. Toch weer voor A. Allebei A. Ja, ik blijf heel origineel aandoen. Heel goed, we gaan het zien. En dat betekent, zonder betalen kom je uit de kroeg niet weg. Ja, helaas voor jullie, het was dus antwoord B. Hier komt niemand weg zonder te betalen. Ja, jammer. Gaan door naar ronde 2. In ronde 2 zijn wij kriskras door de provincie heen gegaan op zoek naar bijzondere streekwoorden. En aan jullie zo in deze ronde de taak om een aantal van die streekwoorden te ontcijferen. Als jullie het weten, mogen jullie klingelen. Juist. Zo. Ja, hij doet het. Hij doet het, ja. Eerste woord. Richter. Richter. Wat betekent dat? Ja, zeg het maar. Korter. Korter, heel goed. Ja, heel goed, heel goed. Dat was me voor. Tweede woord. Klukske. Uit Nijmegen. Jij was iets eerder. Ik denk een horloge is. Ja, ja, heel goed. Top. Van klokje, hè, klukske. Hadden we toch moeten weten klukske. Uit Nijmegen. Ja, ja, het is jammerlijk, jammerlijk. Volgende woord. Mis van Tiet. Mis van Tiet. Uit Wiel. Oh, die was close. Jij was iets eerder, Daniel. Meestal. Meestal, heel goed. Ja, punt voor jou. Van Wiel naar Zelm. Schoewiks. Qua jongen, schoensmeer, twijfelen, zwaluwen. Okay. Ik ga toch voor een qua jongen. Qua jongen, nee, dat is niet goed. Nee, heb jij nog een kans, Daniel? Zwaluwen. Zwaluwen, nee. Nee, toch, het was toch, dus toch niet schoensmeer. Ja. Volgende woord. Umschelik. Uit Apeldoorn, umschelik. Wat betekent dat? Binnenkort. Heel goed. Ja, heel goed. Punt voor jou. Volgende woord. Zijkiepen. Zijkiepen. Numspeet. Ja, Daniel. Omdraaien. Omdraaien. Nee. Oh. Lucas, voor jou nog een kans. Ik wil het nu graag ga weten. Ga voor sinaasappel gaan dan? Nee, het was een mier. Ja. Waar dat vandaan verwacht komt? Je niet, hè? Nee, zullen we nooit weten.
gaan door naar Huissen. Drek. Drek. Wat straks. Betekent dat? Straks. Heel goed. Wist je dat? Niet zo, maar het ging naar direct. Dat is gewoon logisch nadenken. In Arnhem doen ze het ook zo, hè? Ja. Ik ga drek even naar de... Drek even weg. Drek even weg, ja. Oké, laatste vraag, jongens. We gaan naar Groesbeek. Neernaken. Wat betekent dat? Daniel. Dwars zitten. Dwars zitten, heel goed. Heel goed. Yes. Bam, meteen goed. Meteen goed. En daarmee zijn wij alweer aan het einde van deze aflevering. En we hebben een winnaar. Lucas, ja, jij hebt gewonnen. Nou, dankjewel. Gefeliciteerd inderdaad. Dankjewel. En Daniel, dankjewel voor het meespelen. Ja. Lucas, jij gaat naar huis met die legendarische mand vol met streekproducten. De Alles Platmand. Super. Er zit biertje in, worstje, top. Alles. Daar word je blij van. Ja, zeker. Ja. Dankjewel. Bedankt voor jullie komst. En jullie bedankt voor het kijken. We zijn weer met een sneltreinvaart door de provincie heen geraast. Op zoek naar allerlei leuke spreekwoorden en gezegdes. Ik hoop dat je volgende week weer kijkt. En graag tot dan. Hoi. Wilt u nou ook meespelen met Alles Plat? Dat kan, want er komt een nieuw seizoen. Meld u aan via allesplat@gld.nl en wie weet zie ik u in de studio. Tot dan!